Terwijl die Matthias Lorge toch eerder een aanvallend ingestelde speler is. Thorisson kan eens gaan uithalen en op de paal. Oh, wat een waarschuwing van de IJslandse flankaanvaller. Nökvi Thorisson steekt even de neus aan het venster en doet dat met verve. Enkel het doel houdt en ik denk nog de vingertoppen van Jarno de Smet verijdelen de openingsgoal. Ja, goeie save hoor van Jarno de Smet. Die daar prima bij zit. Kon er wel mee lachen. Rigo nu. De combinatie door het hart van de verdediging. Heel erg goed gevoetbald. Afvallende bal voor Koshi. Alle hens aan dek nu, want veel jongens van Beerschot blijven hangen. Tabekou nu aan de haal. En Thorisson in de achtervolging. Twee snelle jongens. En Tom van Imschoot boos, want er is gefloten. Omdat deze man op de grond is blijven liggen. Leo Seydoux lijkt me. Seydoux geveld. Het is me even ontgaan wat daar juist is gebeurd. Maar zowel die counter vroegtijdig afgeblazen door Van Driessen. Ja, toch een hele stevige elleboog van Joederik Puppen. Nog eens kijken naar die halve kans. Voor Bill Lathouwers. Thibaut Verlinden nu. Heel wat ruimte voor hem. Thorisson is voor de goal, maar ook Verlinden. Uiteindelijk is het niet de goal. Even de optische illusie. Omwille van de trillende netten. Maar het was wel degelijk het zijne. Op de counter met Verlinden die de tijd heeft. Dan een listig balletje tot bij Baten. Uiteindelijk tot op links. De Schrijver, ja, de tackle van Andy Koshi. En dan op zijn beurt eentje van Vekemans. Dat is een rode kaart. Ja, dat wordt een rode kaart. De achterzak van Van Driessen en het rood voor Daan Vekemans. Liersen na 44 minuten. Met zijn tiende verder, de volledige tweede helft dus nog met 10 man na die tackle. Het begon eigenlijk bij de tackle op Pieter de Schrijver. En dan de bal waarvoor werd gevochten, zoals het al heel vaak is gegaan in deze eerste helft. Die tweede bal. Het vechten om de afvallende bal, de verloren bal vaak op het middenveld. Komt deze Daan Vekemans zuur te staan hier. Eerste tackle van Koshi op de Schrijver. Die was er toch ook absoluut niet naast. En dan nog eens kijken naar Vekemans. Beseft, nee, we staan met zijn tienen. Niet te veel in de val gaan lopen. Verlinden van op rechts. En de goede bal en dit is de goal. 1-0 of 0-1 liever voor Beerschot. En het is Thibaut Baten. Beerschot bekroont het overwicht. En Liersen met zijn tienen op een 0-1 achterstand. 12e doelpunt in 22 wedstrijden. En quasi allemaal buitenshuis. De 9e van 12 doelpunten buitenshuis. Is het gewoon om te scoren op het Lisp. Scoorde hier ook al met Club Next enkele seizoenen geleden. En duikt nu op de goede plek. Jan van den Berg lanceert de bal tot op rechts, tot bij Thibaut Verlinden. Die de afgelopen minuten duidelijk goed in zijn vel zat. Verliep vaak via hem. En dan duikt hij op. Op enkele meters voor Jarno de Smet helemaal vrijgelaten. Nog eens kijken bij Liersen is het teruglopen. En dan staan zowel Thorisson als Baten helemaal vrij. En nu de Antwerpse luchtmacht moet zien te bereiken. Een goede bal, maar geen doelpunt. Scherp aangesneden tot aan de eerste paal. En de knikker. En dit is het teken. Ja, goed opgemerkt. En de Lorge laat voor Poelmans. Die daar vlot voorbij zijn twee bewakers kan gaan. Sampers de diepte ingestuurd. Sampers. Ja, dit is twijfelachtig hoor. Van Driessen. Je ziet hem even aarzelen. En nu alles en iedereen recht op de Lierse bank. Want Van Driessen fluit niet. Geen strafschop.
Zelfs Puppen het halve veld overgestoken om Van Driessen uit te kafferen. En ook Van Eemschoot was niet tevreden. Hier moeten we het op kunnen zien. Nou, dat is een twijfelgevalletje. Aske Sampers die vroet zich voorbij Meissel. Nou, de run maar zomaar inleveren. Kijk eens naar de onbestaande restverdediging bij Lierse. Dit moet de 0-2 worden voor Beerschot. Met Thibaut Verlinde die hem geeft tot bij Thorisson. De Smet komt uit zijn doel en houdt Lierse nog in de match. Voor deze laatste minuten. Tenzij. Thorisson nu tot op links. Andermaal Verlinde. In tweede instantie nu er voorbij, maar dan het schot afgeblokt. Ja. Beerschot moet hopen dat dit zichzelf niet gaat bekopen in de komende minuten. In principe moeten ze dit helemaal kunnen uitspelen. Puppen die wel nog het gat komt toelopen. En de Smet die attent staat te keepen. Aan hem zal het niet gelegen hebben. Hij toch een van de sterkhouders in de jongste weken.